Ik weet nog wel van voordat ik naar de Deadpool en Wolverine film ging, dat ik dacht van dit wordt of de beste Marvel film in tijden, of dit wordt echt een soort van debacle. En nou, ik heb er ontzettend van genoten om die film in de bioscoop te zien. En ik heb hem zelfs 2 keer in de bioscoop gezien. Dit is mijn review van de film Deadpool en Wolverine. The slaves take revenge against an emperor. This prophecy is how they enslave us! He's still all in De hoofdrol, Wolverine, wordt gespeeld door Hugh Jackman, die we kunnen kennen uit X-Men. En Deadpool wordt gespeeld door Ryan Reynolds, die we kunnen kennen van X-Men Origins Wolverine. En dan komen er nog andere geweldige rollen terug, bijvoorbeeld Laurel komt terug, die gespeeld werd door Daphne Keane in Logan. Maar ook bijvoorbeeld nieuwe rollen zoals Cassandra Nova, die werd gespeeld door Emma Corrin, die we kunnen kennen uit The Crown. En ook nog wel een paar opvallende rollen vond ik Gambit, die werd gespeeld door Channing Tatum, die we kunnen kennen natuurlijk van Fly Me to the Moon. En ook Pyro, die gespeeld werd door Aaron Stanford, die we nog kunnen kennen van heel lang geleden, van X-Men The Last Stand. De director van de film is Shawn Levy en die regisseert heel veel van dit soort films. Alleen ik heb er nog maar één eerder gezien, dus je kan hem kennen bijvoorbeeld van Night at the Museum. En deze film met een speelduur van 2 uur en 7 minuten werd ook heel goed online ontvangen. Met een 8 op IMDb en 3,6 ster op Letterboxd. Die heb ik er even bij gepakt, want Rotten Tomatoes lag eruit. Aan het begin van de film zie je Logan, grumpy, old, tired. En die zit daar maar aan de bar waar je hem wel in eerdere X-Men films ook hebt gezien. Just give me one more drink and then I'll leave. En Deadpool die spoort hem op, die heeft hem nodig voor het redden van zijn wereld. I'm gonna need you to come with me right now. En Deadpool die neemt hem mee eigenlijk naar het hoofdkwartier van de TVA. En dan blijkt dat de Wolverine die hij mee heeft genomen een Wolverine is die zijn hele wereld teleurgesteld heeft. This Wolverine let down his entire world. En later in de Void ontmoeten Deadpool en Wolverine Cassandra Nova. En dat is de grote villain van de film. Why is this so silly? En ik vond het zelf fantastisch om Laurel terug te zien uit Logan. You were always the wrong guy. Till you weren't. En ik vond het ook fantastisch om voor het allereerst Gambit te zien, gespeeld door Channing Tatum. You know how long I've been waiting for this? Ooh, I'm about to make a name for myself here. Ik denk de drie dingen die deze film het allerbest maken, dat zijn gewoon de enorme grote hoeveelheid cameo's, de grote nostalgie en gewoon een lekker tempo in de film. En eigenlijk het enige kritiekpunt wat ik een beetje kan verzinnen op de film is dat de third act, die kon een stuk beter uitgevoerd worden. Uiteindelijk heb je Cassandra Nova met een Time Ripper. Het maakt allemaal net iets te weinig impact op mij, terwijl ik de rest van de film, dat zette juist zo'n grote standaard. Ik geef de film zelf een 7,7. En daarmee komt de film op de 18e plek in de lijst van de 138 films die ik heb gezien. En dan staat de film ongeveer gelijk aan The Marvels en aan Next Goal Wins. En aangezien er straks een top 10 volgt van de 10 laatste films die ik in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst geleden in de bioscoop heb gezien uit de top 10. En dat is in dit geval The Fall Guy uit de 30e aflevering. En dan komt Deadpool en Wolverine in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds met een 3 The End We Start From. Where are you going to go? Home. Op 9 staat Furiosa, A Mad Max Saga. To get home. Furiosa fought the world. Op 8 staat Bad Boys, Ride or Die. He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. Op 7 staat Kingdom of the Planet of the Apes. Are you familiar with the concept of evolution? Op 6 staat Horizon and American Saga Chapter 1. Looks like we got ourselves a bad man right here. Op 5 staat de film van vorige week, The Bike Riders. I'm Johnny. We're the Randoms. Op 4 staat Fly Me to the Moon. Every day something is breaking. And we're dead. Again. Op 3 staat The Mars King's Daughter. We can still all be a family. Op 2 staat Hitman. No, I don't buy it. What? You're not a hitman. En op 1 staat met een 7,7 de film van deze week, Deadpool and Wolverine. You were an X-Man. You were the X-Man. En aangezien ik jullie ook graag de top 10 wil meegeven van de films die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gezien, komt die top 10 nu.
10 staat met een 3,9 The Union. The Union is een soort geheime organisatiefilm, maar het is gewoon niet echt goed uitgevoerd. Met Mark Wahlberg. Two nights ago, a list containing the identities of every US spy was stolen. And to get it back, we need someone who is not on that list. Op 9 staat Lion. I had another family. A mother. A brother. Op 8 staat met een 6,1 Mission Impossible. Dat is de allereerste Mission Impossible film met Tom Cruise. Tof om te zien, maar natuurlijk doordat hij zo oud is, hij komt al uit 1996, is het ook wel een beetje outdated. Ethan Hunt will be your point man as usual. Op 7 staat met een 6,3 de film Knives Out. En Knives Out is een soort detective thriller met Daniel Craig. I suspect foul play. I have eliminated no suspects. Op 6 staat met een 6,3 Glass Onion, A Knives Out Mystery. Dat is het vervolg op Knives Out met weer Daniel Craig als detective, maar dan in een volledig nieuwe setting. En ik vond het echt een goede film. Because tonight, a murder will be committed. My murder. Op 5 staat Taken 2. People are gonna come for you too. What are you going to do? Op 4 staat Rebel Moon, Chapter 1, Chalice of Blood. I find warriors to fight with us. Op 3 staat met een 6,8 Dawn of the Planet of the Apes. Dawn of the Planet of the Apes is het tweede deel in de trilogie. Ik vind het een fantastische film die echt de strijd tussen apen en mensen weergeeft. Apes do not want war. Op 2 staat Forrest Gump. What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant. En op 1 staat met een 7,4 Rise of the Planet of the Apes. En Rise of the Planet of the Apes is een film waarin eigenlijk de apen voor het allereerst aan de macht komen in de trilogie door het begin van een virus. Het is echt een fantastische film die me heel erg geraakt heeft. You're trying to control things that are not meant to be controlled. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over de film Twisters. Dus heb je Twisters al gezien? Laat dan zeker weten in de reactie wat je daarvan vond. En laat ook even meteen weten, als je toch bezig bent, wat jij vond van Deadpool en Wolverine. Heb ik hem op een juiste plek gezet? Had ik hem hoger of lager moeten zetten? Ik ben heel erg benieuwd. En dan zie ik jullie volgende week weer. Tot ziens. Tot later. En Deadpool die neemt hem mee eigenlijk naar het hoofdkantoor van...